Chris. Ja, ik heb geen presentatie, ik heb gewoon een verhaal, dus jullie kunnen even ontspannen. Maar voordat we dat doen, wil ik even, het is altijd fijn dat de rest van de wereld het gevoel heeft dat dit echt de beste keynote ever was. Dus we gaan even een Snapchat maken dat je allemaal je armen in de lucht doet en een beetje schreeuwt, en zodat het er echt heel leuk uitziet. Ja, is goed? Werkt dat? Ja? Oké. 3, 2, 1, go! Oké. Kan niemand meer klagen achteraf. Zeg van nee, ze hadden het echt heel erg leuk. Ik ben Boris Veldhuis van Zanten. Maar je mag gewoon Boris zeggen. Die hele lange naam heb ik alleen wat aan als ik te hard rij en word aangehouden voor een bekeuring. Want dan is de agent altijd blij. Maar dan moet ik mijn naam spellen, inclusief mijn 4 voornamen heb ik ook nog. En dan uiteindelijk, als ze bij de 3e voornaam zijn, dan worden ze allemaal wat zuurder. Dus ik ben gewoon Boris en ook Boris op Twitter. Je kunt me inderdaad alles vragen. En straks hebben we ook nog een microfoon, dus dan kun je ook nog vragen. En ik wilde jullie een beetje vertellen eigenlijk over de geschiedenis van mijn bedrijf en hoe ik de toekomst zie. En ik hoop dat dat inspirerend is voor jullie in welke scene je ook zit. En omdat heel veel van jullie überhaupt niet weten wie ik ben, dacht ik, begin ik daarmee. Ik ben een internetondernemer en zo noem ik me omdat ik al meerdere bedrijven heb opgezet, sommige minder succesvol, sommige meer succesvol. En dan in Amerika noem je jezelf serial entrepreneur. En een paar jaar geleden was ik op een conferentie en toen werd ik voorgesteld aan iemand anders. En toen zei die gezamenlijke kennis, die zei, this is Boris, he's a serial entrepreneur. En toen zei die kerel, hi, I'm Mark, I'm a successful serial entrepreneur. En ik was een beetje, wow. En toen zei hij van, ja, oh sorry, ik wilde je niet beledigen of zo. Maar in Amerika is het toch wel belangrijk om dat erbij te zeggen. Want als je gewoon de hele tijd dingen probeert en alles mislukt, ja, dan ben je ook serial entrepreneur. Maar goed, dat is toch niet zo stoer als dat je het succesvol doet. En ik noem het zelf toch nog steeds niet succesvol serial entrepreneur, omdat ik het gevoel heb dat het meeste wat ik doe eigenlijk mislukt. En dat is ook echt zo, hè? Dat is onderdeel van ondernemen. En je probeert de hele tijd dingetjes. En ook op een conferentie een tijdje geleden vroegen ze mij, wat is je grootste IT-blunder ever? En toen dacht ik, ja, wil je die van vandaag, van de week, van de maand, van het jaar van me horen? Weet je, ik maak de hele tijd fout. Maar goed, ik heb ook wel eens wat succesvol afgerond. Ik heb in 1997 heb ik een bedrijf opgericht en uiteindelijk verkocht. En ik heb meer gedaan en daar ga ik zo nog wat dieper op in. En vaak vragen mensen mij dan, dus je bent altijd al ondernemer geweest, heb je economie gestudeerd of zo, of bedrijfskunde? En nee, dat is niet zo. Ik ben een school drop-out, dus ik ben op mijn 14e ben ik van school gegaan. En dat was omdat ik, en toen had ik al op 6 verschillende scholen gezeten, denk ik. En de reden daarvoor was dat ik was dyslectisch, maar dat wisten ze eigenlijk niet. En ik had hele slechte ogen en dat had eigenlijk ook niemand door. En het resultaat was dat als ik in de klas zat en die vrouw schreef, juffrouw schreef iets op het bord, dan kon ik het niet lezen. En als ik het wel kon lezen, kon ik het eigenlijk ook niet lezen. Dus ik was eigenlijk dubbel de pineut. En het gevolg daarvan was dat ze eigenlijk dachten dat ik heel dom was. Dus ik ging van school naar school eigenlijk steeds slechter. Uiteindelijk zeiden ze van, ja, hij is überhaupt niet geschikt voor onderwijs. Terwijl mijn ouders dachten van, ja, volgens mij is hij wel slim. Maar goed, dat was een bewogen tijd voor mij. Dus ook eigenlijk helemaal geen leuke tijd. En op mijn 14e zat ik op een school en toen realiseerde ik me hoe ontzettend lang ik nog op scholen zou moeten zitten om ooit mijn diploma te halen. En toen ontdekte ik de circusschool. En de circusschool was een fulltime opleiding waar je eigenlijk pas op je 16e naartoe mocht. Maar ik was bijna 15, dus ik heb tegen mijn ouders gezegd, ik ga van school en ik ga daar naartoe. En ik werd ook aangenomen, ze zeiden, ja, omdat ik wel talent had voor jong leren en op een eenwieler fietsen en zo, zeiden ze, hij is wel welkom. En het grappige was dat toen op school was er een leraar en die probeerde me eigenlijk over te halen om niet van school te gaan. En die zei, Boris, je moet je realiseren, als je nu van school gaat, dan stap je buiten de maatschappij en dan komt er nooit meer wat van je terecht. Dan kun je nooit een baan krijgen, dan heb je niet een basis om op terug te vallen. En dat was eigenlijk een soort bedreiging van hem, zo van, dus je moet op school blijven. Maar voor mij voelde dat als een enorme bevrijding. Dus, en ik heb eigenlijk het gevoel dat toen mijn ondernemerschap is begonnen. Omdat ik dacht, wauw, dus van nu af aan alles wat ik doe is gewoon mijn eigen credit. Dus alles wat ik nu opbouw, doe ik zelf. Want kennelijk sta ik nu buiten de maatschappij. Dus dan hoef ik me daar ook niks meer van aan te trekken allemaal. Dus dat voelde als een enorme bevrijding.
Ik ben naar de circusschool gegaan en daar heb ik 3,5 jaar heb ik daar gestudeerd. Toen ben ik afgestudeerd en toen was ik een van de weinige mensen in Nederland die met 7 balletjes jongleerde. En de enige in Nederland die het met 9 probeerde. Nou, ik geef toe, ik kan het niet. Ik kon het toen ook niet, maar ik probeerde het wel. Dus af en toe een heel klein beetje lukte het. En toen was ik afgestudeerd en ik had niet het idee dat ik überhaupt ooit echt een circuscarrière zou gaan hebben. Daar was ik veel te creatief en ongeduldig voor. En in het circus is het toch een beetje zo dat het hoogste goed is dat je een act kiest die al 80 jaar bestaat. Dat je die perfect uitvoert en dan een beetje rondreist terwijl je die act iedere dag 2 keer doet. Nou, dat was sowieso niet iets voor mij. En ik was wel ook zo creatief dat ik eigenlijk ook wel droomde van de kunstacademie. Dus ik ben uiteindelijk naar de kunstacademie heb ik me aangemeld. En dat was ik ook te jong voor, dus moest ik ook op talent aangenomen worden. Maar daar ben ik uiteindelijk aangenomen en daar heb ik 5 jaar gestudeerd. En daar ben ik, wat ik deed was gemengde media. Dus gemengde media is niet met computers of zo, maar dat zijn de fotografen. Of iemand die foto's maakt en op zijn foto's schildert. Of iemand die schildert, maar foto's opplakt. Nou, die past niet bij fotografie, maar ook niet bij schilderen. Het zijn meer de conceptuele kunstenaars. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd met een bedrijf. Dus ik had een nepbedrijf bedacht. En daar had ik allemaal trucjes voor bedacht om het echt te laten lijken. Mijn afstuderen was met Twijnstra Gudde in Amersfoort. Dat is een heel groot consultancybedrijf. En dan hadden we samen aangekondigd dat we zouden mergen. Mijn bedrijf en hun bedrijf. En dan hadden we een open dag op zaterdag. En alle kunst die daar hing had ik gemaakt. En ik had visitekaartjes voor iedereen die binnenkwam. Dat was eigenlijk dus een heel logisch begin van de rest van mijn carrière. En het grappige is, ik ben uiteindelijk cum laude afgestudeerd op de kunstacademie. En het grappige daarvan is dat je kunt niet cum laude afstuderen op de kunstacademie. Maar wat het geval was dat 6 maanden voordat ik afstudeerde, zei de coördinator van mijn afdeling, die zei, goh Boris, nou dat ziet er allemaal goed uit. Wat mij betreft eigenlijk wel cum laude. En ik zei, cum laude, kan dat? Hij zei, nou, ja, ik weet niet, maar ja, als ik dat zeg, zal het toch gewoon zo zijn. En zei ik, nee, maar dat is echt even belangrijk. Als jij nu zegt tegen mij dat ik cum laude kan afstuderen, dan kun je dat niet meer straks terugtrekken. En de reden waarom dat zo belangrijk was voor mij, is omdat op de kunstacademie studeert iedereen af. Dus je bent of gewoon goed genoeg, of ze zijn je helemaal zat, maar niemand studeert niet af. Dus ik dacht, ja, cum laude afstuderen, dan is dat toch een soort teken dat het wat waard is. En hij, een beetje geïrriteerd, werd op een gegeven moment gezegd, ja, als ik zeg dat het zo is, dan is het gewoon zo. Dus ik heb dat geclaimd. En toen, ik denk 2 maanden voordat ik afstudeerde, werd ik gebeld door de directeur van de kunstacademie. Die zei, kun je even langskomen? En die zei, ja Boris, er is met de oren gekomen dat jij cum laude wil afstuderen. Maar dat kan niet. Wij ondersteunen niet dat, die term, dat bestaat gewoon niet op de kunstacademie. Toen zei ik, ja, nu is het te laat. Ik heb het nu al afgesproken, ga gewoon cum laude afstuderen. Ik zei, nee, maar dat, ik ben de directeur, dat kan niet. Ik zei, ja, dat maakt mij niet uit. Ik studeer cum laude af, dat is mij beloofd. Nou, er werd een hele pittige discussie en dat eindigde na een uur dat hij zei, Boris, je doet maar. Dus dan heb ik een stempeltje laten maken, cum laude. En op de dag dat ik mijn diploma kreeg, ben ik met mijn coördinator naar de bibliotheek gelopen en daar heb ik dat stempeltje erop gezet en heeft hij datum en zijn handtekening bij gezet. En toen was ik cum laude afgestudeerd. En toen liep ik naar de administratie en die vrouw van de administratie kende ik goed, want ik haalde vaak kattenkwaad uit en dan moest ik me bij haar melden. En dus ik kwam bij haar en ze zei, ah Boris, ben ik eindelijk van je af? Ik zei, ja, inderdaad. Dus toen gaf ik haar mijn diploma. En toen zei ze, zo, cum laude, dat zijn er niet veel dit jaar. En ik wist, nee, niet veel dit jaar en nooit in de geschiedenis en nooit hierna. En ik vertel het verhaal om een beetje aan te geven dat ik wars van regels en eigenlijk dat ondernemerschap, dat daar al vroeg in zat. Dus na de kunstacademie ben ik aangenomen op de Rijksacademie, dat is een nog chiquere kunstacademie in Amsterdam. En daar ontdekte ik eigenlijk een beetje het internet. En het grappige was, dit was zo 1995 ongeveer. En ik ging online en ik ontdekte zo dat internet. En daarvoor had ik al het gevoel dat ik een beetje te laat was geboren eigenlijk. Omdat ik die computerrevolutie en de Macintosh-introductie, ik weet nog dat mijn vader me vertelde over Steve Jobs voor het eerst, dat ik daarvan hoorde. En ik had het gevoel van, wauw, wat een spannende tijd om daarin te kunnen leven. Hè? Dat je dat die hele opkomst van die computers kan sturen. En wat jammer dat ik dat niet mee heb kunnen maken, want nu is het er gewoon al allemaal. En toen in 95, 96 ging ik voor het eerst online. En toen las ik over Yahoo. En toen dacht ik, shit.
gewoon weer gemist. Dat hele World Wide Web is er nu en ik heb gewoon die opportunity gemist. Nou, nu achteraf realiseer ik me dat ik redelijk op tijd was. Maar op dat moment had ik echt het gevoel dat ik een achterstand had. Dus ik ben daar enorm in gaan verdiepen. En dat leverde ook wel wat stress, wat spanning op met die kunstacademie. Omdat die zei van ja, computers, daar heeft nog nooit iemand iets moois gemaakt op een computer. Dus daar moet je je niet in verdiepen. Dus ik zei, nee joh, dit wordt echt heel gaaf. Dat wordt heel interessant. Maar het gaf me, ik had ook een beetje een soort dilemma. Omdat ik dacht, ja, ik ben opgeleid als kunstenaar. Maar ja, om nou gewoon zomaar een beetje je kunst op internet te zetten. En het was ook nog zo dat bedrijf wat ik had opgericht, dat was dus een soort nepbedrijf. En dat was eigenlijk mijn spel ook. Dus ik ontmoette dan iemand en die zei, goh, wat doe jij? En dan zei ik, nou, ik ben directeur van een bedrijf, van een uitgeverij, zei ik. En ik was 18 of 19 en ik had een pak aan, dus ik kwam niet heel serieus over. En dan zei ze, hoeveel mensen werken daar dan? En nou, de eerste keer zei ik dan, ja, alleen ik. En dat kwam niet zo stoer over. Dus toen had ik bedacht om iedereen die ik tegenkwam, die gaf ik, als ik ze dan had ontmoet, dan stuurde ik ze visitekaartjes op. Een pakje visitekaartjes, 10 visitekaartjes. En er stond dan op hun naam en als titel Public Relations. En dan zei ik, met een brief erbij, zei ik van, op het moment dat je dit visitekaartje weggeeft aan iemand, maak je reclame voor mij en dan ben je je titel waard. Dus op een gegeven moment had ik 300 mensen zo'n kaartje gestuurd. Dus vanaf dat moment, als iemand dan vroeg, hoeveel mensen werken er dan bij jou? Dan zei ik, 300. En dat ik ze niet betaalde en dat ze alleen maar visitekaartjes hadden, maakte dan even wat minder uit. Maar dat was een soort mijn spel. Mijn kunst, zou je kunnen zeggen. Maar internet, daar was niemand die echt was. Hè? Dus daar zei ik dan, ik ben directeur van uitgeverij. En dan zei iemand anders, ik ben Walt Disney. Of ik ben een hond. Of niemand hoefde te zeggen wie die was. Dus dat hele verhaal was eigenlijk niet zo heel interessant. En daarmee was ik eigenlijk als kunstenaar een soort bankroet. Weet je? Ik had niet een verhaal meer wat mij onderscheidde. Maar wat me wel opviel was dat internet echt werd vormgegeven. En ik voelde wel aan, dit wordt heel belangrijk, dit is absoluut, gaat de wereld veranderen. Maar die mensen die dat doen, zijn allemaal geeks en nerds. Zonder gevoel voor vormgeving of voor vormgeving of schoonheid en kunst. Dus ik dacht, misschien moet dat mijn rol zijn. En toen op een dag las ik een artikel over een kunstacademie-leraar uit IJsland. En die had, had een domein geregistreerd, dis.is. Want IJsland heeft de domeinextensie IS, net zoals Nederland.nl heeft en Frankrijk.fr. En toen dacht ik, wauw, dat is nou echt een creatief gebruik van technologie. Dus dat je niet kijkt naar de techniek, maar kijkt wat het nog meer kan zijn. En dat hij daar eigenlijk tekst in zag. Ik vond het bijna poëtisch, dat hij de domeinextensie, dat hij daar een woord in had gezien. En toen heb ik die man gemaild, want ik had ook een paar websites. Ik zei, goh, mag ik Boris is, of this is Boris bij je registreren? En toen zei hij, ja, dat is goed, this is Boris, kun je voor $100 per maand registreren. En toen dacht ik, ja, dat is dan wel weer echt een kunstenaar zonder verstand van zaken doen. Want dat is niet hoe internet werkt. Want op internet geef je dingen gratis weg en dan maak je de reclame op. En zo verdien je geld. Dus toen ben ik eens verder gaan kijken of er nog andere domeinnamen te vinden waren. En toen vond ik het eilandje Tonga. En Tonga is een heel klein eilandje, een soort Texel met een koning. En die koning is eigenlijk een halve dictator. Dus hij heeft op een gegeven moment heeft hij een auto-ongeluk gehad. En toen heeft hij bepaald dat vanaf dat moment, als hij ging autorijden, mocht niemand op het eiland meer autorijden. Je kunt ook een paspoort kopen voor $40.000 bij hem en je eigen naam verzinnen. Hij verkoopt ook satellietfrequenties, want dat wordt verdeeld op hoeveel zee er om je eiland zit. En hij heeft heel veel zee om zijn eiland, dus hij verkoopt satellietfrequenties. Dus een soort boevenlandje, heel grappig. Maar de zoon van de koning, die had gestudeerd op Stanford, was daar bevriend geraakt met een jongen uit San Francisco. En die had tegen hun gezegd, hey, jullie hebben ook een domeinnaam, .to, zal ik die voor jullie gaan verkopen? En een maand voordat ze live gingen, kwam ik met hem in contact en zei ik, goh, die .to-domeinen ga jij straks verkopen, kan ik er daar een paar van kopen? En toen zei hij van, ja, we gaan pas over een maand live, dus kun je daar op wachten? Ik zei, nee, ik kan echt niet wachten, want ik wil graag surf.to, travel.to, listen.to, go.to, come.to, welcome.to en nog 2 domeinnamen. Die wil ik graag van je kopen. En toen zei hij, nou ja, als je me nou je creditcard stuurt, dan komt dat wel goed.
Dus toen heb ik de creditcard van mijn vader, want ik was inmiddels 21 of zo, van mijn vader zonder te vragen opgestuurd. Per fax was dat natuurlijk nog in die tijd. En toen had ik die domeinnaam. En toen ben ik een redirect service begonnen. Dus bij mij kon je surf to the Bahamas of listen to Bjork of welcome to Malaysia of zoiets. Kon je allemaal registreren. En dan had ik heel simpel, ik ben niet zo'n goede programmeur, maar goed, ik had iets heel simpels gemaakt dat als je dat dan intypt in de browser, dan ging je eigenlijk naar mijn site, maar dan redirect ik je naar je homepage. En in die tijd waren homepages the hot thing to have. Dus ik had ook een homepage en mijn homepage adres was accessforall.nl/users/deer-tilde/boris4, want er waren er al drie. Met andere woorden, hè, niet een adres wat je nou eens even snel aan iemand doorgaf. Maar welcome to Boris, wat dan redirecte naar dat lange adres, dat was eigenlijk heel mooi. Dus ik ben daarmee begonnen en ik ben die adressen gratis gaan weggeven. En na een jaar ongeveer hadden we 1 miljoen van die adressen weggegeven. En iedere bezoeker kreeg ongeveer 4 bezoekers per dag. Dus dat was 4 miljoen van die redirects per dag. En dat was best een technische uitdaging in die tijd. Dit was 1997, 98 zo. Zover zelfs dat we op een gegeven moment draaiden we op Windows NT. En dan hadden we een soort in het OS maakten we directory structuren aan. Dus een foldertje met subfoldertjes. En die subfoldertjes waren de namen van die korte adressen. Met daarin een soort tekstfiles die, nou, dus op root level, dat was de snelste redirect service. Maar dat schaalde ook niet voorbij 1 miljoen. Zelfs niet toen Microsoft aanbood om te helpen om dat te hacken. Dus anyway, dat was nogal een technisch probleem. Maar het mooie was wel dat op iedere redirect opende ik een big ass pop-up met 3 banners erin. Wat in die tijd nog kon, nu extreem impopulair, maar dat hadden wij ontdekt dat dat kon. En dat was dus 4 miljoen van die banners per dag en daar verdienen we eigenlijk gewoon wel goed aan. En toen op een dag was er een adverteerder, Fortune City heette ze. En die, ik zal even zoomen terug. Uiteindelijk kwamen de bedrijven die ons wilden overnemen. Tot en met Nina Brink van World Online. En we hebben met al die bedrijven onderhandeld. Maar we kwamen er wel steeds achter dat iedere onderhandeling was toch op zijn minstens een maand, vaak 3 maanden, waarbij je eigenlijk niet aan je bedrijf werkte en aan het onderhandelen was over. En eigenlijk al aan het nadenken welke dure huizen je ging kopen en welke auto en dat soort dingen. Dus het leidde enorm af. En op een gegeven moment hadden we echt de 6e partij gesproken die ons wel wilde overnemen, wat toch weer niet doorging. En toen was Fortune City een bedrijf en die mailde mijn zakenpartner en die zei, we willen wel van die banners kopen bij jullie. En zij zei, van, ja, hoeveel wil je er? 8 miljoen per dag is het maximum wat we kunnen doen. En zei, 8 miljoen per dag? Hoe werkt jullie business dan? Dus toen legde die dat een beetje uit. En toen zei die man, zijn jullie ook te koop? Want wij zoeken eigenlijk naar meer traffic, want we gaan binnenkort naar de beurs en we moeten meer traffic hebben. En toen zei mijn partner, we zijn wel te koop, maar we hebben gewoon eigenlijk geen tijd om erover te hebben. Dus we willen wel met je praten, maar maximaal alleen in het weekend en maximaal 2 weekenden. Als we er dan niet uit zijn, dan willen we gewoon, dan gaat het niet door. En toen zei zij, dat is goed, maar vinden jullie het dan goed dat we de gesprekken in Monaco doen? Nou. Oké, ja. Dus wij vlogen naar Monaco en je moet je voorstellen dat we verdienen wel aan die advertenties, maar de hostingkosten waren ook hoog. Dus we waren een beetje zo break-even en eigenlijk gewoon nog arme studenten. En toen kwamen we daaraan en we hadden dat gesprek en dat leek eigenlijk wel goed te komen. En uiteindelijk aan het einde van het 2e weekend belde ik op een kruispunt in Monaco ergens mijn moeder op mijn eerste mobiele telefoon. En zei ik heb net mijn bedrijf verkocht voor 21 miljoen gulden en ik had 1/3 van de aandelen. En dan moet je je voorstellen, dat is een ontzettend leuk telefoontje om te doen naar je moeder die verwacht dat ze de rest van je leven voor je moet zorgen omdat je van je 15e van school bent gegaan en de kunstacademie, weet je wat is dat? Mijn ouders dachten gewoon, die Boris moeten we de rest van ons leven onderhouden. Dus dat was een heerlijk telefoontje om te maken. En toen zijn we weer terug naar, toen gingen we terug naar het airport en onderweg gingen we eten en toen konden we niet betalen. Want niemand had geld. Dus dat is de 2e keer in mijn leven dat ik de creditcard van mijn vader heb moeten gebruiken om af te rekenen ergens. Terwijl ik net eigenlijk papieren miljonair was. Anyway, toen zijn we terug naar Nederland gegaan.
We hebben het bedrijf verkocht en zijn ook betaald. Dus die 7 miljoen heb ik gekregen, min of meer. Want ik had toen 700.000 gulden daarvan kregen we contant. Hè, dus dat stond gewoon op de bank. En de rest was in aandelen en die stonden in escrow. Dus dat betekent, die staan bij een notaris, daar mag je eigenlijk niet aankomen. En mijn idee was van, nou, ik heb dat geld, hè, en dat kun je gewoon uitgeven, want dat is een soort fooi en dan heb ik daar mijn vermogen. Dus ik heb een zilveren Jaguar gekocht en aanbetaling op een huis en maatpakken, maatonderbroeken zelfs. Je kunt maatonderbroeken laten maken. Spectaculair waar je allemaal geld aan kan uitgeven. En, dus ik heb daar heel veel plezier van gehad na 2 jaar. Maar ondertussen was dat zo iets voor 2001. En die aandelen die ik kreeg op €19,80, want dat bedrijf ging naar de beurs. En op het moment dat de beursgang was, kregen wij onze aandelen ook. En die aandelen kreeg ik op €19,80. En ik had er een paar honderdduizend. En die aandelen stegen toen naar $34. En toen zakten ze weer naar $16, geloof ik. Was ik wat armer. En toen gingen ze naar 44, dus was ik 2 keer zo rijk. En nou, toen gingen ze weer terug naar 10 en toen gingen ze naar 18. Dus op een gegeven moment dachten wij, oké, die aandelen moet je niet te veel druk over maken, want dat is een soort, dat gaat maar op en neer. Maar op een gegeven moment gingen ze toch eigenlijk meer neer dan op. En uiteindelijk zijn die aandelen geëindigd op 4 eurocent. Dus 2001 moest ik weer mijn moeder bellen en zeggen van, ja, ik ben toch eigenlijk gewoon weer arm student. Maar dat geld dan, ja, dat is eigenlijk toch wel een beetje op. Ik heb het niet helemaal opgemaakt hoor. Ik heb ook nog jaren van geleefd en weer geïnvesteerd. En onder andere geïnvesteerd in mijn volgende bedrijf. En dat was Hubhop. En Hubhop was de eerste wifi hotspot operator in Nederland. En dat bedrijf, wij zijn op een gegeven moment die hotspots gaan inrichten in heel Nederland. En toen uiteindelijk kwam KPN na 6 maanden. En die zei... Ik zal het heel kort even vertellen. Dus KPN belde op een gegeven moment en die zei, en toen hadden we net een intern, een eerste werknemer zeg maar hij was een intern. En die nam de telefoon op kantoor als de rest van de partners aan het onderhandelen waren bij hotspots om wifi te installeren. En hij nam de telefoon op en het was iemand van KPN. Die zei, ja, het is heel belangrijk, kun je maandag naar Den Haag komen? Ik zei, ja, dat is goed. En toen belde hij mij en zei, ja, je moet naar KPN komen voor op maandag. Dat is iets belangrijks. Ik zei, ja, wat is het dan? Hij zei, ja, dat heb ik niet gevraagd. Ik zei, oké, ja, kijk, je bent een intern, dus dat moet je wel vragen. Hè? Want waarschijnlijk willen ze gewoon een DSL-lijn verkopen of zo. En ik heb geen tijd maandag, dus vraag mijn partners maar. Maar die konden ook niet, dus dan hebben we hem gestuurd. Dus die intern die is met zijn OV, op zijn OV-jaarkaart, het pak van zijn vader waarschijnlijk, naar Den Haag. En dus hij kwam daar bij de receptie en die zei, ja, ik moest hier komen van Hubhop. En zei, oh ja, dan moet je naar de 14e verdieping. En hij dacht, oh, zouden ze daar mobiele telefoons of ADSL-lijnen verkopen? Maar goed, er was dus een hele grote zaal en er zaten 4 dikbuikige mannen van KPN. En die zeiden, wij willen je bedrijf wel kopen. Toen zei hij, oh ja, ik ben een intern. Moet je mij niet hebben. Dus anyway, wij zijn teruggegaan een week later en toen hebben we dat bedrijf verkocht aan KPN na lange onderhandelingen. Dus dat was nog wel succesvol. Maar we hebben ook heel veel toch niet successen. Oh ja, en toen heb ik dus wel weer een beetje geld verdiend. Dus of ik nou rijk ben of niet, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar in ieder geval, daarna heb ik nog een... Iets wat totaal is mislukt, vind ik ook leuk om te vertellen. Op een gegeven moment hebben we een Junker, heette dat bedrijf, een anti-spam oplossing bedacht. En ik was in Amerika en dan stuurde ik iemand een mailtje en toen kreeg ik meteen een mailtje terug. Een challenge response heet dat, dus krijg je een mailtje terug en er staat dan in van ja, ik krijg zoveel spam, kun je even een captcha overtypen, want dan weet ik zeker dat je echt een mens bent en dan komt de mail aan. En toen dacht ik, god, dat is handig, want ik word ook gek van spam. Nu wordt niemand meer gek van spam, maar er was een tijd dat je gek werd van spam. Dus ik dacht, dat is een handige service, dat ga ik ook bouwen, maar dan voor Nederland en nog iets anders. En toen hebben we funding opgehaald en een team opgebouwd en een paar maanden een oplossing gewerkt en toen zijn we gelanceerd. En toen een tijdje later hadden we een afspraak met de investors en toen zeiden we, ja, we hebben toch een beetje een probleem. En ik kan het simpel uitleggen, dus je hebt spam oplossingen, die worden altijd gemeten, dus de efficiëntie of de effectiviteit wordt gemeten in de percentage. He, dus een niet zo goede spam oplossing houdt misschien 90% van je spam tegen en een hele goede 98%. En ik geloof dat Google inmiddels is 99,9% van je spam houdt het tegen.
Dan zeg ik, ja, en onze oplossing, waar we zo hard aan hebben gewerkt, waar jullie hebben in geïnvesteerd, houdt ongeveer 130% van je spam tegen. Dus namelijk alle spam en een derde van je mail is gone forever. En ja, dat is toch niet helemaal waar onze klanten tevreden over zijn. Dus ik zei, wij hebben toen tegen de investeerders gezegd, jullie mogen kiezen. We proberen het probleem nog op te lossen, maar dat, ja, wij denken niet dat dat lukt. Hè. Het is een te ingewikkeld probleem. Of we geven jullie de helft van het geld terug en we trekken er gewoon een stekker eruit en dan is het over. En zij waren extreem tevreden daarover. Ze zeiden, nou, doe maar gewoon de helft van het geld terug. En dan zeiden, oké, nou mooi, dan trekken we de stekker eruit. En het fijne van dat verhaal vind ik nog steeds dat ik niet spijt heb dat ik het heb geprobeerd. Dus die investeerders hebben allemaal weer geïnvesteerd in het volgende project, in wel succesvolle projecten. En ik kan in ieder geval zeggen nu dat ik succesvol heb aangetoond dat het niet werkt. En ik denk dat dat het verschil is tussen ondernemers en niet-ondernemers of mensen die risico nemen. Dus als je hoort van ja, maar ondernemers ook risico nemen, dan denk je van ja, wat betekent dat precies risico nemen? Weet je wel, dat hoor je meestal namelijk als het goed is gegaan. Maar ik denk dat dit is waar het over gaat. Dus dat, ben je in staat om al die problemen die je ziet te overwinnen of te accepteren? En zonder, dus Churchill die zegt, success is going from failure to failure without lack of enthusiasm. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen over ondernemen. Dus iedere dag kom je op kantoor, of programmeren, kom je op kantoor en zie je weer de nieuwe problemen van de dag. En die overkom je en ga je verder. Mijn laatste bedrijf is de NextWeb. En daar ben ik alweer 10 jaar de CEO nu. En daar wil ik ook een beetje wat over vertellen. En hoe zitten we in de tijd trouwens? Weet iemand dat? Gaat goed? Ah, fijn. Gaat goed. Weet ik nog niks, hè? Maar het gaat goed. Dan praat ik gewoon door. Dus de NextWeb is een bedrijf wat ik... ruim 10 jaar geleden ben begonnen met mijn zakenpartner Patrick de Leve. En dat ging als volgt. Wij hadden een start-up en dat was een web annotation software start-up. En dat wil zeggen, wij probeerden een oplossing te vinden dat je eigenlijk op een website van die gele briefjes kon achterlaten. En dat andere mensen die ook zouden zien. En dat is niet een heel origineel idee, want het is voor het eerst beschreven in 1945. Dus na de oorlog zei de Amerikaanse regering, ja, we hebben ontzettend veel geld besteed aan science, aan wetenschap. Maar dat was allemaal, de oorlog was daar eigenlijk de grote motivator. Hè? Daarom gaven ze zoveel geld uit. Maar nu komt er een tijd van vrede, hopen. Dus we vragen één wetenschapper om een soort plan te maken met hoe ga je nou om met wetenschap als er niet oorlog is om dat te stimuleren. En wat gaan we dan doen? En toen was één man, Vannevar Bush heet hij, die heeft een verhaal geschreven. Wat is de titel ook weer? As We May Think, heel goed. Wat ik jullie allemaal kan aanraden, het is 5 A4'tjes en het is een supervisionair verhaal. In 1945 geschreven over hoe computers ooit gaan werken, hoe het World Wide Web gaat werken. En hoe Wikipedia werkt eigenlijk. Als je het leest, dan denk je, hoe kan het dat deze kerel in 1945 eigenlijk alles voorspelt wat we vandaag hebben? Hij voorspelt nog net niet Uber, maar bijna wel. En dat artikel is een enorme inspiratie geweest voor de founders van Intel, van Microsoft, Apple. Eigenlijk alle grote technologiebedrijven verwijzen terug naar dat artikel. En er is één verschil met hoe het World Wide Web nu werkt. En dat is dat in de MEMEX, zoals hij dan het internet noemt, is door het surfen maak je eigenlijk ook weer nieuwe hyperlinks. En kun je op iedere pagina informatie toevoegen. En wij dachten, hé, dat mist eigenlijk, laten we dat gaan bouwen. En toen zijn we gaan bouwen aan die technologie. En dat was verdomd ingewikkeld, maar goed, we hadden een klein beetje funding van die vorige investeerders van de spam. En op een gegeven moment dachten we, nou, we komen nu wel in de buurt. Ik denk dat we wel over 5 of 6 maanden klaar zijn. Hoe zullen we dat nou eens gaan lanceren? En toen spraken we met iemand en die zei, oh, dan moet je naar een conferentie gaan. Want dan heb je allemaal invloedrijke mensen en die staan open voor nieuwe ideeën. En als je daar dan lanceert, dan heb je in één keer je early adopters als starters. Dus we dachten, nou, dat is een top idee. Laten we naar de Web 2.0 conferentie, die is net uit. Laten we daar naartoe gaan en dan lanceren we daar. Maar toen gingen we dat een beetje uitzoeken en toen bleek dat sponsoren en daar aanwezig zijn meer geld kostte dan onze hele funding bij elkaar ongeveer nog was, over was. Dus dacht ik, oké, dat is echt onmogelijk. En toen, waarschijnlijk over een biertje, zoals die dingen gaan, zei mijn zakenpartner,
waarom organiseren we niet gewoon onze eigen conferentie? Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dus eigenlijk, als iemand zegt hoe moeilijk kan het zijn, moet je eigenlijk al heel hard wegrennen. Maar goed, wij dachten, hoe moeilijk kan het zijn? We organiseren gewoon een conferentie. En toen dachten we, nou, we organiseren over 4 maanden, want dan zijn we ruim klaar. Organiseren we een conferentie, 1000 man of zo. En nou, laten we dat gewoon doen. Dus toen zijn we begonnen en toen kwamen we al heel snel erachter dat 4 maanden veel te kort is om een conferentie te organiseren. Dat duurt over het algemeen 1 jaar. Maar toen hadden we het al aangekondigd, dus we konden niet meer terug. En dat we eigenlijk geen idee hadden hoe een conferentie werkte. En wat wij dachten namelijk was, als je conferentie, wat is nou een leuke conferentie? Nou, dat is, oh ja, for the record, mijn zakenpartner was überhaupt nog nooit op een conferentie geweest. Detail. Maar wij dachten, oké, dus je hebt gewoon hele goede sprekers on stage en dan verkoop je kaartjes en misschien is het ook nog wel leuk om een sponsor te hebben ofzo. En die eerste conferentie was 4 maanden later. En het ironische van het verhaal was dat natuurlijk was het technisch probleem wat wij probeerden op te lossen ingewikkelder dan we dachten. Het duurde allemaal langer en we waren een conferentie aan het organiseren in plaats van ons product aan het bouwen. Dus tegen de tijd dat de conferentie was, was de start-up nog niet klaar om te lanceren. Dus we hadden een conferentie, maar niet het product om te laten zien. Maar goed, de conferentie zelf was super leuk. Een beetje zoiets als dit. Evenveel mensen ongeveer. Dus niet die 1000 waar we op hoopten. Hele leuke sprekers. En halverwege de dag sprak ik een uitgever. En toen zei ik, goh, ik vind het echt zo leuk om deze conferentie te organiseren. En mensen vinden het ook leuk. En krijgen ze ook goede reacties. Ik denk dat we het volgend jaar misschien nog wel een keer doen. En toen zei hij, ja natuurlijk doe je het volgend jaar nog een keer. Niemand doet maar 1 conferentie. Hè. Iedere conferentie is altijd een investering in de volgende conferentie. Toen zei ik, oh. Dus toen liep ik naar mijn zakenpartner. Toen zei ik, hey, het lijkt erop dat wij in de conferentiebusiness zitten nu. Want je kunt kennelijk niet meer terug. Dus dat was de start van ons bedrijf. En het grappige was dat de eerste spreker op onze conferentie was Michael Arrington. Dus die opende de dag. En, want hij had toen een hele succesvolle blog in Amerika met wel 20.000 subscribers op de RSS-feed. TechCrunch. En, nou ja, nu een van de grootste technologieblogs in Amerika. En hij was de eerste spreker op onze conferentie. Hij was net, ik denk dat hij 8 maanden zijn site had of zo. En na afloop van zijn talk stonden we nog even te praten. En toen zei hij, goh, wat leuk zo'n conferentie. Ja, ik heb natuurlijk een blog. En ik denk dat ik ook een conferentie ga organiseren. Want ik denk dat het wel een goede combinatie is om een soort offline-online component. En wij zeiden, oh ja, prima, leuk. En ik nodig jullie weer uit als die conferentie is. Zo waren we op zijn conferentie, ik denk 1 jaar later. En toen zaten we daar en zagen we alle sponsoren. En dachten, ja, verdomd, dit is inderdaad een hele goede combinatie. Laten wij een blog beginnen, hè, want dan hebben we ook die... En toen zaten we op het vliegveld en toen dachten we van ja, hoe werkt dat eigenlijk? En toen zei Patrick, nou het is heel simpel. Kijk, de kaartjes voor de conferentie kosten €500. En de blogger kost misschien €25.000 per jaar. Dus als we 1 blogger aannemen en die laten gewoon 8 artikelen per dag schrijven. En we verkopen daardoor 50 tickets meer. Nou, dan heb je terugverdiend. Dus dat is, en ik denk dat we wel 50 tickets meer verkopen als je gewoon het hele jaar doorschrijft en een soort je eigen mediakanaal hebt. Dus nou, prima. En toen ontdekten we iets anders toen. Hadden we een tweet gestuurd en gezegd, we zoeken een blogger, maar dan reageert niemand. Dus toen hadden we geschreven, daarna hadden we, een week later hebben we een nieuwe persbericht geschreven en gezegd, de NextWeb zoekt 25 bloggers. Niemand houdt bij hoeveel je er aanneemt, hè? Dus je kunt gewoon echt zeggen wat je wil. Maar als je zegt 25, dan denken mensen echt, 25? Wat zijn die lui aan het doen? Wat is hier aan de hand? Dus dan schrijft iedereen erover. En uiteindelijk hebben we er eentje aangenomen. Dus de tip van de dag. Tip van de dag, als je iemand zoekt, dan maak je het groot. En die eerste schrijver was Ernst-Jan Fout. Die heeft later NSC Next opgezet. En 8 artikelen per dag is heel veel. Dus hij haalde misschien 4 of 5. En ik ben ook gaan meeschrijven. En langzaam begon dat te groeien. En nu is de NextWeb, de nieuwskant van ons bedrijf. Er is geen land op de wereld waar we niet worden gelezen. Inclusief de Noord- en de Zuidpool. Is dat een high five? Of is dat... Ik heb nog 5 minuten. Oké. Dus er is geen land op de wereld waar we niet worden gelezen, inclusief de Noord- en Zuidpool. En dat weten we omdat we op een gegeven moment hadden we een soort animatie gemaakt op de site. En dan zag je verkeer over de site zo in puntjes waar mensen wakker werden. En toen was er iemand die zei, ik zie mezelf. Ik zei, nou dat lijkt me sterk, want het is van miljoenen en zo. Ze zei, nee, maar ik zit op de Noordpool en er zitten hier maar 16 man. En dat piepje daar, dat ben ik. Want ik lees jullie site. Dus daarom weten we dat. Maar ook in de Sahara, overal worden we gelezen.
En we hebben schrijvers over de hele wereld en eigenlijk 24 uur per dag houden we al het nieuws bij, alle remarkable stories online en schrijven daarover, tussen de 40 en de 80 artikelen per dag. We hebben ook dus die conferenties in New York, in Amsterdam, dus de komende is in mei. Oh, dat is nu, hè? Shit. Dus over twee weken is de volgende conferentie. Er komen 20.000 bezoekers over de hele week bij elkaar. 50% uit het buitenland. Het hele bedrijf is 65 man. En ik ben de CEO, dus ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om hier te zijn en voor jullie te praten. Maar het leek me ook wel een goede break, even de hectiek van kantoor ontsnappen. De reden dat ik nog met veel enthousiasme naar kantoor ga iedere dag is vanwege diezelfde sensatie eigenlijk uit 1995 of 96, toen ik voor het eerst online kwam. Dus ik heb nog steeds sterk het gevoel dat we echt helemaal aan het begin staan. Dat ik hier over 10 jaar nog een keer sta en dat er dan 2000 of 10.000 mensen in deze zaal zitten, omdat gewoon alles nog zo ontzettend in beweging is. En het is moeilijk voor te stellen, dus als mensen ben je eigenlijk niet heel erg gewend aan verandering. Dus mensen hebben graag dat dingen gewoon zijn zoals ze zijn. En dus een simpel voorbeeld daarvan is Hives. Dus toen Hives begon, een van de founders van Hives was mijn CTO in Hubhop, dat wifi verhaal. En die zei een paar maanden later, zei hij, hey, ik ga iets nieuws beginnen, iets met social networking, heb je zin om mee te doen? En ik kreeg zo van, nee, natuurlijk niet, want dat is echt kansloos. Want Friendster heeft al 10 miljoen gebruikers, haal je nooit meer in. En dat was Hives. En toen, op dat moment, kon ik me dus echt niet voorstellen dat Hives ook maar enige kans had. En 2 of 3 jaar later hadden ze 80% van de markt. En toen kon ik me niet voorstellen dat ze ooit nog weg zouden gaan. Ik kan me dat nog zo goed herinneren, dat je gewoon denkt van, nee, maar dat is zo groot, heel Nederland gaat nooit meer weg. En nu ze weg zijn, kun je eigenlijk niet, is dat ook logisch, weet je? Dus het is heel gek dat je brein zo werkt, dat ieder moment is een soort logisch en je kunt je heel moeilijk voorstellen dat het nog gaat veranderen. Dus als ik nu tegen jullie zou zeggen, nog een paar jaar, dan bestaat Google niet meer en dan is het wat anders. Dan denk je van, nee, ja, dat is echt onrealistisch. Maar op het moment dat Google begon, had Yahoo 80% van de markt, waren ze 40 miljard waard en werkten er 6000 man. En toen waren er 2 geeks op een zolder, in een dormroom. De founders van Google die zeiden, wij worden groter dan Yahoo. En die werden natuurlijk uitgelachen bij Yahoo, want die denken, ja, wie denk je dat jullie zijn? Dus toch is dat eigenlijk de les van die technologische ontwikkelingen, dat je gewoon nu eigenlijk zeker weet dat over 10 jaar alles anders is. De opkomst en ondergang van BlackBerry hebben wij gewoon allemaal meegemaakt. Van Hives, van zoveel andere bedrijven. En dat maakt voor mij eigenlijk mijn werk superleuk. En ik denk voor jullie ook. Dat je iedere dag gewoon naar kantoor kan gaan en denken van, oké, alles kan morgen anders zijn. En wij zien dat niet alleen. We spelen er ook een rol in en we dragen eraan bij. En dat is helemaal te gek. Dankjewel. Yes. Dankjewel, Boris. Ik moet even 1 ding bekennen. Ik had eigenlijk 18 andere sprekers ook gevraagd, maar jij was degene die antwoordde. De grap is, ik vraag Boris denk ik al 5, 6 jaar, maar hij schijnt nog een andere conferentie tussendoor te doen. Deze keer heeft hij de Next Web expres verplaatst, zodat wij het op de Devil Jam kon komen. Boris, neem plaats. Ik vind het heel erg leuk om dat je hier bent. En ik hoop dat mensen wat vragen hebben voor Boris om te kijken van, gezien ons thema van steampunk, van hoe de toekomst eruit kon zien vroeger. Het is een soort retro future, als je wil. Zijn er mensen die vragen hebben aan Boris over, wat is nou anders dan dat je had gedacht? Of wat zou je anders doen? Of wat kunnen wij als druppelgemeenschap, en liefhebbers van een bepaald open source CMS, wat kunnen wij van Boris leren? En wat kan hij van ons leren? Maar dat leert hij later dan wel. Zijn er mensen in de zaal? Frank, is er een handmic? Ja. Wacht even, Frank. Dank je. Een vraag over, je hebt het begin van het internet meegemaakt. Je hebt de ideeën gezien van, nou, we gaan de wereld beter maken, democratie, et cetera. Dat gaf je ook aan van, dat heeft wel bepaald wat voor dingen ik heb gedaan. Heb ik ook meegemaakt. En ik zie nu hele zorgelijke dingen gebeuren. Jij maakt nu op dit moment ook gebruik van, zeg maar, het vrije web, zoals het nu nog bestaat. En op dit moment zijn er voorstellen, bijvoorbeeld binnen W3C, om copyright, om DRM echt in de
technologie van het web in te bakken. Zodanig dat je dus niet alleen een videootje op YouTube krijgt van u kunt dit op deze locatie niet bekijken vanwege rechten. Maar dat je dus gewoon echt een complete website content niet meer kunt bekijken. Als we het hebben over 10 jaar, je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar hoe kijk jij naar dit soort gebeurtenissen, initiatieven die nu boven komen drijven op het grote geld? Nou, ik ben niet snel bang, maar je verwoordt het goed, het is wel zorgelijk. En ik merk dat wij met z'n allen veel machtiger zijn dan we denken. En dat begin ik me steeds meer bewust van te worden. Dus Nelly Kroes heeft mij op een gegeven moment uitgenodigd in Brussel om daar eens langs te komen af en toe en dan te praten over dit soort dingen. En in het begin dacht ik van ja, ik ben maar Boris uit Amsterdam en wat voor invloed ga ik daar nou hebben? Maar dan kom je daar en dan zeg je een paar dingen en dan merk je opeens dat dat een soort policy wordt. En dat is in Nederland eigenlijk ook. Hè? Dus ik denk als jij je daar zorgen over maakt en je zoekt iemand in de politiek en je zegt, goh, ik heb daar een mening over, ik denk dat het anders moet, dan wordt echt wel naar je geluisterd. Ik denk dat veel van die dingen die gebeuren uit angst. Onkunde of onwetendheid en dat leidt dan tot onzekerheid en angst. Dat komt uit Star Wars, hè? Dat is, ja. Maar als je ze dan geruststelt en zegt van ja, maar je hoeft je daar niet zorgen over te maken, want dit is hoe het werkt, dan heb je opeens gewoon invloed en die kun je gebruiken. En dat is op de politiek is dan één voorbeeld, maar ik denk ook, daarom ben ik zo tevreden met mijn werk eigenlijk, hè? Dat wij bouwen niet alleen dingen, maar we schrijven over dingen. En als wij ons ergens zorgen over maken, nou, dan gaan we nogal meer over schrijven en proberen we op die manier positieve invloed te hebben. Dus dat is mijn houding eigenlijk. Ik denk, er gebeuren de hele tijd dingen. En afhankelijk van je gemoedstoestand kun je dingen zien als een bedreiging of als een opportunity. En over het algemeen ben ik heel optimistisch en enthousiast en zie ik meer de opportunity. Ja. Zoals je al merkt. Wie heeft nog een vraag gevraagd? Daar ging een hand omhoog. Boris. Ja, daar. Dat is meer generieker van aard eigenlijk, want ik hoor vaak van dat je van je grootste fouten moet leren. En ik hoor uit jou een heel interessante verhaal dat je heel veel hebt meegemaakt, fouten hebt gemaakt en heel succesvolle dingen hebt gedaan. Maar ik vroeg me eigenlijk af van, wat is nou jouw fout, grootste fout of het fout waar je het meeste van geleerd hebt, het meeste voordeel uiteindelijk hebt geput? Ja, dat is een quote van een comedian, Ricky Gervais heet hij geloof ik. En die zegt, daar vroeg ze op een gegeven moment, wat zou je jezelf adviseren toen je jong was? En toen zei hij, dan zou ik zeggen, nobody else knows what they're doing either. En dat is mijn grootste les eigenlijk. Dus als je jong bent, of je begint net, of je komt in een kamer met de zogenaamde experts, dan denk je, oh mijn god, iedereen weet alles en ik heb geen idee. En hoe ouder ik word, hoe meer ik merk, niemand heeft enig idee. En dat is spectaculair, maar dat is echt waar. En dat scheelt zoveel. En om je een voorbeeld te geven, dus die eerste conferentie die wij organiseerden, we hadden inderdaad echt geen idee. Maar er kwam alleen maar goed van. Hè? Want wij hadden de constructie, we dachten, we doen goede sprekers, verkopen we kaartjes. En letterlijk 2 weken voor de eerste conferentie dachten we, oh ja, het is altijd wel leuk om van die logo's naast het scherm te hebben met sponsoren. Dus toen belden we een sponsor en zeiden we, we belden het bedrijf, wil je sponsoren? En toen zei ze, ja, dat is goed, wanneer is het? Ja, over 2 weken. Nou, tuut. Weet je wel, dus, geen bedrijf die iets voor elkaar krijgt in 2 weken. Dus toen hebben we wat andere potentiële sponsors gebeld en gezegd, ja, onze hoofdsponsor heeft net afgezegd, dus je mag de hoofdsponsorship hebben voor 50% van wat het kost. Nou, dat vinden ze al opeens heel interessant. Ja. Dus toen hebben we de 4 verkocht, alsnog 2 weken van tevoren. En het gevolg was dus dat onze conferentie wordt heel goed gewaardeerd. Hè. Dat zeggen van, ja, dat is de enige conferentie waar je gewoon echt hele goede talks, behalve Drupal Jam, zeggen ze dan altijd, maar waar je gewoon echt hele goede talks krijgt. En de reden daarvoor is dat wij hebben nooit sponsors on stage. En iedere andere conferentie werkt zo, hè? Dus die, behalve Drupal Jam, is die verkopen sponsorships en die mensen willen dan onstage. En dat is altijd heel saai. En dan vul je het nog een beetje aan met goede sprekers. En je hebt de sponsors beloofd dat er 1000 man in de zaal zit. Dus dat vul je dan aan met studenten en je familie, want je moet die 1000 man halen. Dat zijn hele saaie conferenties. Dus eigenlijk uit onwetendheid hebben wij het andersom gedaan en dat pakte heel goed uit. En dus dat is mijn meest wijze les eigenlijk, je eigen gevoel is eigenlijk zoveel waard en
Je weet meer dan je denkt. Of minder dan je denkt. Wil iemand nog vragen iets over jong leren misschien? Nee, daar is nog een vraag. Dit heeft me sinds het begin van je praatje bezighouden. Waarom zou je niet met 8 ballen proberen te jongleren voordat je 9 probeert? Ja. Ben je programmeur of niet? Ja. Ja, ja, want het is... Want dan begrijp je het namelijk, denk ik wel. Dus als je 3 ballen jongleert, dan gaan de ballen eigenlijk in een soort achtje. Zo, van links naar rechts. Maar als je er 4 jongleert, dan doe je links 2 en rechts 2. Dat is hoe het werkt. En 8 is dus links 4 en rechts 4. En 9 is gewoon een rondje met 9 balletjes. Dus 9 balletjes jongleren is makkelijker dan 8 balletjes jongleren. Want 4 in 1 hand is echt heel erg moeilijk. Heeft iemand 8 ballen bij zich of 9? Ja, als je met 7 balletjes jongleert, dan... dus die balletje... Het is heel, heel ingewikkeld om over mijn balletjes te praten. Maar goed, dus die balletjes die worden gemaakt door een speciale jongleerballenmaker. Die dan helemaal op jouw soort hand gemaakt, tot op de gram nauwkeurig. Balletjes die gingen over het algemeen 2 maanden mee en dan moest ik nieuwe laten maken. En, dus zomaar even jongleren met 7... Maar met 3, als je 3 appels haalt, dan... Dan jongleer ik wel even hoor. 5 ook, maar dan vallen ze. Maar maakt niet uit. Het staat in je Wikilemma dat je inderdaad de enige bent in Nederland die dat kan, klopt dat? Waar staat dat? In je Wikilemma. Wikipedia? Wikipedia, ja, van gehoord, ja. Dus ik weet niet of dat daar... Nee, maar heel veel mensen schrijven hetzelfde. Ja. Dat was jij dus niet. Okay. Ja. Nog andere vragen? Achter in de zaal, Peter? Drupal bestaat ongeveer 15 jaar en de Next Web ongeveer 10 jaar of zo. En hoe zorg je ervoor dat communities jong blijven en blijven innoveren en dat ze geen Yahoo worden? Dat ze geen? Dat ze geen, niet tot Yahoo worden overgenomen. Of, nou ja. Ja. Ja, dat is een grote uitdaging. Dus 10 jaar bestaan is fijn, maar ook heel eng. Want ik realiseer me dat wij zijn niet een hippe jonge start-up meer. Het is fijn dat we heel lang bestaan. Het duurt heel lang om een brand op te bouwen. Minstens 10 jaar. Maar goed, dan ben je wel een brand. En dat klinkt ook weer een beetje arrivé en saai. Dus dat is voor mij een dagelijkse zorg. Ik heb er niet echt een antwoord op. Behalve dat wij denken, wij hebben het over Generation T. En dat, je hebt Generation Y en X en Z, en dat zijn allemaal bepaalde leeftijden. En wij zien een categorie mensen, Generation T, wat de technology generation is. En dat zijn mensen eigenlijk jullie allemaal. Hè? Dus je hebt affiniteit met technologie die iets verder gaat dan dat je gewoon je iPhone wel gaaf vindt. Hè? Dus je maakt iets, je gebruikt het in je werk. En wij denken dat er 400 miljoen Generation T mensen zijn in de wereld die Engels spreken. En dat is ons potentieel bereik. En wij bereiken nu, dus los van hoeveel bezoekers per maand hebben, maar ik denk dat ongeveer 20 miljoen mensen op de wereld ons kennen. Dus we hebben nog ontzettend veel groei, potentiële groei. En ik denk dat die 400 miljoen mensen, daar zitten heel veel jonge mensen bij. Dus mijn zorg is eigenlijk vooral, hoe bereik ik gewoon ontzettend veel meer mensen dan ik nu doe. En daar zitten dan ook jonge mensen bij en zo hoop ik jong te blijven. Maar wij kijken wel heel kritisch bijvoorbeeld de hele tijd naar hoe we eruit zien en wat de dingen zijn die we doen. En ik voel dat ik oud word. Hè? Dus ik ben 44, wat ouder is dan jullie allemaal bij elkaar. Maar goed, ik voel me jong, maar ik heb dochters, 11 en 14 zijn die. En dan ben ik enthousiast over Facebook en dan kijken ze me echt aan. Zo van, je bent echt een oude lul, want Facebook, weet je wel, wie zit er nou op Facebook? Die zitten allemaal op Snapchat en WhatsApp en Instagram, dat is hun wereld. En dan moet ik me echt forceren om die stap te maken en te gaan Snapchatten. En ik vind het verschrikkelijk in het begin, omdat ik het gewoon echt niet begrijp. En dan voel, ja, de reden dat ik het niet meer begrijp, is omdat ik die flexibiliteit verlies. Hè, omdat ik dat vroeger juist leuk vond. En nu vind ik het leuk hoor, nu begin ik langzaam het te begrijpen en... Vind ik het leuk, maar het is echt een daily struggle, denk ik. Dingen voor onszelf geldt, Drupal gebruikt. 2% van het internet gebruikt nu Drupal. We kunnen groeien tot 130%. En dan...
De les van de dag. Ik wil nog één laatste vraag. Is er nog ruimte voor? Is er nog iemand die één laatste vraag wil stellen? Dan leg je de lat altijd heel hoog, hè? Want dan denk je, shit, de laatste vraag. Zo goed was mijn vraag ook weer niet. Doe maar de ene laatste vraag. Wie heeft de ene laatste vraag? De ene laatste vraag. Frank wil nog één. Ah, Frank heeft de ene laatste vraag. Ja. Peter? Wat, Frank? Peter, ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet hoe deze mensen heten. Ja. Je vertelde dat je op een gegeven moment terug moest naar de investeerders. En je moest vertellen van nou, het gaat hem echt niet worden. Dus 50% van je geld terug. En nu is het een mooi verhaal. We kunnen erom lachen. Hoe was dat op dat moment, zeg maar in de voorbereidingsfase? Was dat echt peentjes zweten? Liep het je door je broek? Hoe heb je dat toen ervaren? Want, je wil echt de details. Nou ja. Nu is het een anekdote. Het klinkt goed. Maar ik kan me voorstellen, als je dat overkomt, dan heb je wel zoiets van, oh. Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Hè? Zo'n meeting is niet leuk. En natuurlijk wil je dat het slaagt. En ik denk dat je hebt er een kater van. En het duurt even voordat je het verwerkt. Maar een van die investeerders, die zei achteraf, aan het einde van die meeting, zei hij, weet je waarom ik heb geïnvesteerd in jullie? En dan zei ik, nou, ik hoop omdat je het plan zag zitten. Dan zei hij, nee, ik heb geïnvesteerd omdat toen jullie pitchten, hadden jullie een gloedvol verhaal. En toen eindigden jullie met, en als alles mislukt, dan er is weer een klein beetje geld om een goed eindfeest te geven met champagne en dan ben je welkom. En hij zei, en dat getuigde van een soort gevoel voor realiteit. En hij zei, en dat was het moment dat ik dacht van, oké, ze bullshitten een beetje, maar ze snappen ook dat ze bullshitten. En toen heeft hij geïnvesteerd. En daardoor was het dus ook makkelijker voor hem om te accepteren toen het mislukt was. En hij zelfs nog de helft van zijn geld terugkreeg. Dus ze waardeerden het allemaal enorm. Maar het is niet leuk om zo'n meeting te hebben. Ik ben natuurlijk veel liever succesvol dan niet succesvol. Ik denk alleen, dus toen ik dat eerste bedrijf had en al die aandelen dreigde, of al mijn geld aan het verliezen was eigenlijk, toen zat ik in die zilveren Jaguar met mijn vriendin. We reden langs Schiphol, ik weet nog waar het was. En toen zei ze, hoe gaat het eigenlijk echt? En dat is, als je vriendin dat vraagt, dan moet je even nadenken. Hè? Want zij kent mij goed en ze weet dat ik natuurlijk altijd bullshit en altijd positief ben en altijd optimistisch. Nee, alles gaat goed, alles gaat goed. Terwijl de bol in elkaar stort achter me. Dus ze zei, hoe gaat het eigenlijk echt? Dus moest ik even nadenken en zei ik, oké. Nou, als KPN niet het bedrijf verkoopt, en we zijn net weggelopen uit onderhandelingen, dus dat is allemaal bluf. Als ze het niet kopen, dan gaat over een maand mijn bedrijf failliet. Dan ga ik 2 maanden daarna persoonlijk failliet. Dus moeten het huis verkopen, dan kom je in zo'n afbetaalregeling. Dan gaat een ambtenaar 4 jaar je post openmaken en dan moet je bellen als je naar de Albert Heijn gaat. Dat wordt echt verschrikkelijk. En ze zei, en hoe zie je dat dan voor je? Ik zei, nou ja, jij verdient nog een beetje geld, dus ik hoop dat jij een appartementje in Oosten kan veroorloven. Dan gaan we daar wonen en het was even stil, en toen dacht ik, dit wordt zo lang, was ik nog niet met haar. En toen zei ze, oké, nou ja, dan worden we daar ook nog wel gelukkig. En dat was natuurlijk, toen dacht ik, deze relatie zit wel goed. Maar het was ook, ik dacht ook, dat is de manier waarop je erover moet nadenken. Dus je denkt van, wat is het worst case scenario? Dat vind ik altijd, altijd een van de eerste vragen. Iemand komt op kantoor en die zegt, we hebben een probleem. Dan zeg ik, begin maar met het worst case scenario. Dan kan ik daar even aan wennen. En dan gaan we langzaam best case scenario en dan gaan we naar oplossing denken. En ik denk dat als je dat kan, dan ben je heel, ja, dan kun je dat soort tegenslagen aan. Hè? Als je denkt van, het ergste, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Ja, je gaat echt niet omkomen van de honger in Nederland, weet je wel. Een tijdje op een appartement. Ik heb hele gelukkige herinneringen dat ik in mijn atelier in Enschede woonde zonder wc. Plaste in een kolenfles en die gooide ik dan uit het raam. En dat is meer detail, krijg je niet vandaag. Met andere woorden, ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Desondanks ben ik graag succesvol, ja. Ik denk dat het een hele mooie afscheid daarvan is. Je zei van tevoren van, ik wil wel komen spreken, maar je moet me cum laude, moet je me credit geven dat ik echt 100% goed ben. Heren en dames, is hij goed genoeg om een goede hand te geven en hem van harte te bedanken voor een hele leuke praat? Dankjewel, Boris.